Yo, hallo. Magical Index, OST van Rape staat erop. Dit is gecopyright-striked. De vorige stream, dus ik ga dit even heel snel skippen. Ja, ik ben even aan het kijken wat we op de komst gaan doen. Want in mijn eigen game ga ik natuurlijk niet komst doen. Dat is like voor mijn eigen game. Oké, okay, weet je wat mensen zijn er, dus ik ga wel even een beetje uitleggen wat het plan is. Dat is het verkeerde. There you go. Oké. Ik kan nog wel iets zachter. There we go. Oké, dus het plan. Het plan is. Ik kan gewoon nog steeds commentaar leveren voor Kevin's game. Tegen Taco zo dadelijk. Dus we starten zo. Die gaan als eerst ook. Ja, ik vind het prima als er like, andere mensen erbij komen, dus ik kan gewoon dan. Ik kan dan inderdaad Sam en Shark gewoon erbij doen. En dan ja, voor de game van mezelf tegen Ooze. Rebius kan niet. En we hebben verder geen personen die streamen naast mezelf en Rebius. Dus ik laat gewoon de stream aanstaan. Ik ga zelf gewoon mijn mic muten. En like chat verbergen. En ik laat gewoon iedereen op de camps op de kom springen. Oh, is. Oh. Oh god, ze zijn al begonnen. Ja, de game is hier. Wait, one sec. Ik ga naartoe. Ik was nog een beetje aan het praten. Fuck. Yo, hallo? Yo. Yo. Oké, ik Zullen heb we je. even in stream gaan zitten? Gewoon voor de zekerheid. Ja, zo dadelijk. Ik moet eerst even naar de live battle toe. Want ik heb hem nog niet openstaan. Oh, ik ook niet. En ik moet even de stream mute voordat ik een infinite echo krijg. Oh god. There we go. Ja, doen. Oké. Ik ga ons wel in anders. Luister, overrated. We doen het gewoon. Gaming. Dit gaat niet werken. Oké, wait one sec. Is tijd voor de cat jams. Ach, what the fuck? Waarom heb ik de game 2 keer geopend? Oeh, dit is bijna goed. Oh, oké. Bijna goed meteen. Oh god, oké, die moet ik even fixen. Bijna goed is fout, man. Gerber heeft alleen maar kritiek op jouw streams, heb ik gevoeld. Dat is Ger voor ons. Komt nooit een positief woord uit die jongen, echt. Klein beetje shit, ook is een beetje mal, hè? Ja, tuurlijk. Oh, die had ik iets beter mogen voorbereiden, maar hey, dat is de Niels Classic. Dat is classic. Dat maakt niet uit. Nee, we zijn er nu. Dus de game staat hier mooi erin. Ik heb. What the fuck heb ik nou weer gedaan? Wat is dit? Oh, dat is het ding daarboven. Oké, dat makes sense. Oké, dat is te fixen, dat is easy. Oh god. En dan moet dit nog even gefixt worden. Oh god, ik weet niet wat het is. Wat is dit stuk? Ga weg. Ik weet niet wat Niels aan het doen is. There you go. Daar wordt. Iemand die ik niet ken in chat die zegt: beter verlies Taco, like bro. Ik bedoel. Oké, als het goed is, heb ik nou ook de chat goed staan. Oh, ik zit niet eens in de chat. Dat is sick. Laat ik dat dus wel doen. Anders. Ja, je hebt nu de dingen gewoon goed gezet. Qua stream layout. Oké. Oh, wacht. Waarschijnlijk krijg je nu een dingetje en dan is het net iets hoger. Oh nee, wat mee. Uit. Het is tijd. Het is tijd. Oké. Het is tijd. Oh boy. Halve finale zo. Ja, man. Ja. Oei, het seizoen gaat snel, hè? Ja, dat kun je zeker zeggen. En een goede Shuckle, my lot, ik vind het interesting. Oh, je moet, als je Shuckle bent, wil je misschien uitkijken voor meteen Whirlpool. Like voor Whirlpool Toxic. Ik denk,
Dat is eigenlijk wel een goeie. Aan de andere kant... Maar wil je niet een standaard set om altijd Cresselia te kunnen wallen? Cresselia. Oh, Celestina bedoel ik. Oh, Magic Coat! Oei! Oh! Stress! Wat een turn 1. De grap is, als hij kan in principe like, heel veel turns Magic Coat klikken. En dan één keer flip turn. Ik shuggle wel. En dan als hij het heeft, kan hij één keer flip turn klikken. Maar... Man, dit begint goed. Oh, ja, daar is een tweede. Dit is gewoon extra toxic damage op Shuckle. Yep. Ja, en de vraag is... Krijgen we de derde? I mean... Ik zou het niet per se niet willen zien, you know? Precies. Toxic damage, toxic damage. Oké, Infestation is wel een interessante... Want stel dat hij geen flipturn heeft, dan is hij basically gelokt met Shuckle. Maar Shuckle die wil er ook niet in blijven. Gaat dus ook naar Glaceon. Ik weet dat ik niet wat ik moet verwachten. Hij heeft altijd... Ja, maar ik weet niet. Ik zou zeggen dat hij altijd een Rapidash heeft. Want ik denk dat Glaceon Water Moves heeft. Ja, en ik denk sowieso... Ik denk niet eens dat een Freeze Dry zoveel doet. Ik ga niet eens liegen. Of het moet Specs Freeze Dry zijn. Yeah. Nou, of het nou veel doet of niet, dit ding is toch altijd fijn voor Shuckle. Het is fijn voor Nidoqueen en voor Diancie. Het is fijn voor alles. Oh, Wish. Oh, Wish Pass. Kijk, ik vermoed al een beetje een Wish Pass, maar Flipturn daar is heel mooi. Flipturn daar is echt heel nice. Want dan weet je ook gelijk dat de Glaceon sneller is. Ja, hij heeft mooi Lottekje Speed Creep. Om te weten. Ja. Gaat naar Kartana. Iets wordt er gesmart striked, wil ik zeggen nu. Ja, ik denk dat dat wel safe is om te zeggen. Nou, het is niet helemaal gratis. Ik denk wat gratis is in deze situatie is de switch naar Crash. Of ik zeg steeds Crash, Celestina. Ja. Yeah. Oeh, wacht, ik moet de bom aan op de Celestina zetten. Oh, nee. Nee, dat is fijn. Inderdaad, Celestina is een goede switch. Nee, uiteraard. Natuurlijk, eigenlijk. Hold up, is een double naar Rapidash niet ontzettend safe? Oh, ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Ja, dat is gewoon een dode Shuckle. Is het bad? Oei! Dit is Lorp. Nee, Lorp. Dat is niet... Oké. Ja, het is Life Orb damage. Oh, deze plus 1. Wat een goede switch. Deze plus 1 wordt yikes, man. Want alles gaat dood, behalve Celestina. En natuurlijk, we hebben al de Scarf Nidoqueen gezien. Yeah. Scarf Latias is natuurlijk ook standaard. Hij kan een Scarf Mollig hebben in de back. Ik vermoed dat hij een Scarfer heeft. Draft kun je basically niet spelen zonder Scarfer. Het is echt heel moeilijk om te doen. Kijk, niemand is zo beest als mij. Ik breng gewoon vier Scarfers per game en word nog steeds gespeedcreeped door skills. Ja, en wie zit er in halve finales? Precies. Ik wou net zeggen, ik heb weinig Scarf meegenomen door het seizoen. Ik heb heel veel Scarf meegenomen, maar dat komt omdat sommige teams echt belachelijke speed tiers hadden. Mm-hmm, dat is fair. Dus bijvoorbeeld, als ik Taco's team tegen Kevin had, dan zou ik ook niet per se Scarf meenemen. Maar als ik Kevin's team tegen Taco had, dan zou ik er misschien over nadenken. Ja, dat is hetzelfde team. En heeft Kartana überhaupt een move om... de Stila te pakken. Nee, want ik vermoed gewoon dat het super is. Het krijgt geen fire, het krijgt geen electric. Het kan knocken, en knock gaat echt wel wat damage doen. Maar dan zeg je wel voor wel tegen je stick attacken. Of sorry, dan zeg je wel voor 12. Ja, maar dat is niet handig. Nee. Kijk, ik hoopte eigenlijk dat Stila flamethrower zou hebben. Mm-hmm. En dat daardoor flamebody of flashfire zou activeren. Maar ik denk dat Kevin daar ook wel over na heeft gedacht, stiekem. Yep. En ik denk ook namelijk dat die airslash wel... Hij moet wel even uitkijken, want als hij geen flamethrower heeft, dan wordt hij gewald door Ditto. Door zijn eigen Celestina. Ja. Dus dan moet hij wel even uitkijken. Ja, maar het... Nee, juist niet. Want dan zetten ze allebei Leech Seed op. En omdat Ditto maar 5 pp per move heeft, dan walt de Celestina de Ditto. Nou, daarna double switchen terug. Want Ditto heeft gewoon infinite pp door het steeds te laten imposteren. Maar ja, dan laat je wel andere dingen zoals je Leech Seed of geraakt worden. Dat klopt. Ja, het is niet heel cut and dry, zeg maar. Het punt is, stel je zet er flamethrower op, dan zorg je juist... Stel het is een scarf ditto of zo. Dan zorg je juist voor problemen.
Want dan wordt het gewoon een flamethrower battle. En tegen de meeste ditto sets verlies je dat gewoon. Oh, beton. Beton pass. Okay. Daar komt ditto. Oh, oei. Waarschijnlijk scarf. Oh, als dit double scarf is, hè. Ik zie dit nog best gebeuren. Ja, maar hij heeft nog wat een Diancie. Like, Diancie gaat het prima hebben en Celesteela ook. Ja, dus Kevin heeft hier een prima switch. Ja, maar eigenlijk... Stel dat Kevin een scarf laat heeft, right? Mm-hmm. Zou hij dan niet gewoon... Models I mean, we willen een beetje de gamble zien, snap je? We doen a little bit of gambling. Ik denk niet dat het in de beste interesse is van Kevin om dit te gamblen, al is hij really scarf. Ja, precies. Ja, ik denk ook niet, maar... Oh, beide switches! Dat is switch! Beide dat switchen. Dat is een goede double switch van Taco. The call outplay. Taco inderdaad, doordat Diancie daar vrijwel gratis switch in was, gaat naar zijn eigen vrijwel gratis double switch. Diancie kan niet... Wel op een nieuw play. Diancie kan hier geen rocks klikken, want we hebben al Magic Code gezien. Yep. Ja, dat is de grap. En hij kan ook niet toxic of zo. Nee. Maar, we kennen natuurlijk de andere set. Precies. De body press. En in principe weerhoudt niks van hem van dat klikken. Maar, die skull doet al veel. Oh, hij ging toch voor toxic. Wat een risky toxic, mag ik toch zeggen. Maar ja, nu we zagen dat die skull veel deed... Honestly, gewoon nog een keer scald klikken. Ik denk... Okay. Nee. Alhoewel, je zou natuurlijk kunnen... Kijk, het probleem nu met Magic Code klikken... is dat jezelf door de toxic meer damage neemt. Yeah. Dus zelfs als je een stealth rocks verwacht... denk ik niet eens dat scald de slechtste play is. Maar oh, gaat gewoon naar stelen. Als dit geburnt wordt, hè? Oh, nee. Oei. Maar dat wordt het niet. Als dit geburnt was, ik bedoel, het kan nog steeds gewoon een special set zijn. Maar het feit dat er gewoon lefties dan geen effect meer hadden. Het haalt lefties weg. En dat is veel groter. Dat was groot geweest, ja. Oh, je kan de Leech Seed met je coaten! Oh, nee. Oh, Kevin! Goeie play. Oh, nee. En imagine als hij nu de burn had gehad. Oh, ja, man. Dit was heel nice geweest. Want nu flipturn je namelijk gewoon. Wacht. Kevin zou ook gewoon een tweede lead sheet kunnen klikken. Maar dat is echt gewoon, I wanna see the world burn, want dan doe je niks. Is flipturn? Nou, zien de switch en goeie de flipturn. Goeie flipturn. Safe play. En ik denk hier gewoon een rap dash misschien te zien. Misschien nog een keer een Cortana. Dat zou ook nog best kunnen. Ik denk dat rapidash je meer geeft. Want zelfs... Ja, ik denk het ook. Ja. En ik denk dat als hij naar Cortana gaat, kan hij best wel een harde call-up maken op Celestia. Ik denk niet dat hij zelfs dan... Ik denk niet dat hij kan twee shotten. Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik denk dat hij op dat op plus 1 wel kan. Dus daarom denk ik dat inderdaad dat Rapidash een betere play is. Want zijn beste Flare Blitz resist is een Lati. Maar we hebben ook al gezien dat Rapidash subrunt. Alhoewel, als hij nu nog één sub klikt, dan is hij eigenlijk gewoon dood bij de volgende Flare Blitz. Dus ik weet niet of sub er echt in zit, maar Flare Blitz op zich is geen slechte play. En arguably zou je dan gewoon je Glacier ontzaken. Want die Rapidash weg hebben is eigenlijk veel beter dan die Glacier. Maar hij gaat gewoon Druddigan? Oké. Nu ben ik heel benieuwd wat voor set hij heeft. Want... Dat moet al bijna wel scarf zijn, toch? Ik ben het zeggen, de Glaceon had anders al... Anders kan je deze switch gewoon niet vooral over. Mm-hmm. Nou, ik denk dat de Freeze Dry niet killt. En ik weet eigenlijk niet of die Dragon Dance leert. Ik ga niet liegen. maar je wordt gewoon geïnteresseerd. Nee, geen goede switch. Oh no. Wellicht zag Taco dit als een kans om rocks op te zetten. Want alle chip die hij kan krijgen op Lati, op Diancie, op alles is super fijn. Maar, ik weet niet, je had het misschien tegen een meer passieve mond kunnen proberen. Waard? Ik denk dat het wel een Druidicon waard was, honestly. Maar, ja,
heeft helemaal niks gedaan. Nee, we zagen al... Hij wist ook al dat Bastion speed had. Ja, want hij outspeedde. Omdat Milotic outspeedde. En als je een standaard Milotic outspeed, dan zit je ook wel in ieder geval dicht bij de Jurgen speed. En dan als Glaceon kun je net zo goed dan nog dezelfde speed runnen dat je de Jurgen outspeed. Ja. En die Ice Beam killt gewoon, dus... Nou, ja, dit is niet de beste positie voor Taco, maar ik denk dat hij nu gewoon... Ik bedoel, hij deed het de eerste keer niet, maar ik denk dat de Rapidash nu toch echt moet komen. Ja. Oké. En daar zien we hem ook. Daar is hij. Precies on cue. Ik weet eigenlijk niet of hij nu beter sub of gewoon voor een aanval kan gaan. Want als hij inderdaad special is, dus met Fire Blast of Flamethrower, dan kan hij het gewoon veroorloven om hier sub te klikken. Maar als hij sub klikt, dan kan hij basically één Flare Blitz afvuren en dan is je Rapidash al dood. Ja, en de Milotic is natuurlijk toxic. De Kartana is een beetje gechipt. Dit is niet de beste positie voor Taco, zou ik zomaar zeggen. We hebben ook nog geen... ziet deze turn er heel goed uit. We hebben nog ook geen item gezien op Glaceon, dus dat kan van alles zijn. Persoonlijk denk ik Boots, gezien het een Wishpaster is, maar weet je niet zeker. Ja, ik denk dat Boots wel inderdaad safe is, maar ja, je weet het nooit. Ik dacht eerst nog voor de grap, daar is de Flareblitz. Okay. En hoeveel chip? 21. Dat betekent wel dat hij nog eentje kan doen, maar dit is wel vrij gratis een Lati-switch, zou ik denken. Van Kevin's kant. Mocht hij toch iets van Scarf Nido Queen zijn, dan zou een Earth Power of zo ook niet al te weinig damage doen. Precies. Maar hij had gewoon een Latios. Kevin moet een beetje uitkijken, want Crocodile begint er heel eng uit te zien. Ja, Crocodile, maar daarvoor heeft hij dus ook Dragon Pulse. Right? Ja, nou, Kroek wordt niet subjectief geraakt door Lati. Nee, maar ik bedoel, hij hoeft in ieder geval niet deze turn de gok te maken. Als in, hij moet kiezen tussen Draco en Psychic. Maar ja, ik zie niet dat deze Rapidash nu nog in blijft. Ik denk dat... Misschien een Milotic switch, misschien een Crook switch. Het is nog steeds fijn voor Celesteel, want het outspeeds zijn hele team behalve de Lati hier. Dus hij kan nog echt wel een kill krijgen met het ding later. Ja, nee, dat absoluut. Daarom denk ik ook niet dat hij in blijft. Oh, Mr. Draco! Oei, dat is een goede chip van die Rapidash. Jesus. Oh, jongens. Taco kiest ervoor om zijn Rapidash te zaken. I guess dat hij voor de Draco ging voor de potentiële Crook switch in. Of gewoon extra damage op Lati. Maar mijn god, dat is... Wauw, dat is een turn. Honestly, als Lati min 2 was geweest, dan kwam Crocodile gratis in. Dus... I mean, Celesteel is nog steeds waarschijnlijk fine, maar... Nou... Het is nog steeds best eng geweest. Ja, en ik weet eigenlijk ook niet of ik het zo eens ben met... zomaar de Rapidash zeggen. Ik denk dat Crocodile dood gaat, dude. Ik denk dat Crocodile skillshot gaat klikken. Ik denk dat het gewoon dood gaat in Draco Meteor. Nou, ik weet het niet, maar ik weet wel dat ik een skillshot ga verwachten. Ja. Maar dit is wel belangrijke informatie. De Latios is... Oh wacht, nee, dat weten we niet, hè? We weten de item niet. Nee. Mocht het een spec zijn, of een... Het is geen life orb, dat weten we wel. Precies. Maar mocht het een spec zijn, dan is dit gewoon een guaranteed death. En... Scarf. Oh nee. Oh god. Oh, volgens mij is het niet het. Nee. Het kan over zijn. Nee, Celesteel heet het. Het probleem is, hij moet dan ook Scarf Nidoqueen zijn, want als Celesteel er chip op loopt nu, dan wordt hij gesweept door Cortana. Ja, dat klopt. Ik denk... Black Sun Light to me, wat heeft Jeroen nou weer gedaan? Altijd Jeroen. Altijd. Hey, we kunnen Black op comms hebben, het hoeft niet. Ja. Nou ja, true.
Als we het al gekapt hebben op een group one shot of zo. Ja, ik vermoed dat het iets in die richting is, maar... Aan de andere kant, Taco kan het ook gewoon kalken om het net te overleven. Ja, precies. Dit is max defense, maar wat als het spel def is? Ja. En HP. Gewoon HP inderdaad. Je moet sowieso nooit Jeroen vertrouwen. Als er iets is wat ik geleerd heb in mijn Pokémon carrière, is dat ik Jeroen niet moet vertrouwen. Anyways, deze kroeg is nou plus 1 plus 1. Zelfs Scarf, Nidoqueen is langzamer at this point. Dus hij is geforceerd Stila te gaan nu. Ja, dat is het moeilijke. Maar doen tegen Stila. Het zou kunnen. De ding van Sash of max HP, max defense, Nidoqueen is. Zou het dan overleven? Een EQ? Ik heb gigantische twijfels. Shuka leeft misschien, maar verder zie ik geen kans. Oh, en I guess dat Nidoqueen sukker krijgt, maar heeft het niet meegenomen zo te zien. Gezien die Celesteela gaat. Ja. Oh, weet je wat het ergste is? Als hij nu gecrit wordt, is het gewoon helemaal over. Ja, dit gaat fucking damage doen. Celesteela kan ook niet legit voorloven, het moet killen. Nee, en de andere kant ervan is, Stone Edge kan ook gewoon missen. Ja. Ik bedoel, ik kan ook een move runnen naast Stone Edge, like, krijgt het geen Firefang of zo? Pas niet, het actually. Ja, krijgt het. Oeh, ik bedoel, dat kan ook werken. Maar ik denk dat je gewoon voor Firefang of voor Stone Edge of Knock-Off gaat. Oh, je gaat altijd voor Knock-Off. Want dat doet gewoon meer damage. Inderdaad heel sterk hier. Ja, Lefty's weghalen is ook groot. Ja. Nee, maar Knock-Off is ook gewoon sterker. Fair. Want het heeft stab. Ja, en 97 base power. Yep. Dat is goede damage. Dat is goede damage, inderdaad. Oeh, Giga Drain gaat nog wel een beetje recovery geven, maar dat is een... Oh, hij is plus defense nu. Oh, wacht, de plus defense, though. Huh. Ja, maar dat wil ik. Skull chippen, want Skull is free. Maar... Skull is free. Ik denk Skull chip. Skull is sowieso free, maar... Kun je hem uit damage denk... ook? Want dit hield als gewoon veel terug. Is... Weet ik het niet. Als de laatste move protect is, denk ik dat hij nog een kans heeft. Maar ik weet niet of de laatste move protect is. Hier kun je altijd lead sheet in ieder geval. Nee, ik denk dat je gigaat. Oh, wacht. Ja, je gigaat. Ja, dit is gewoon gigaat. Ik was Magic ook helemaal vergeten. Oh shit, en nu moet je elke turn de mind game gaan spelen. Dat is zo stressvol. Ja. Nee, turning had hij dat eigenlijk niet moeten doen. Ik denk dat Kevin altijd... Ik denk dat Kevin gewoon weer kan gigaat erin en waarschijnlijk fine is. Hoewel Skullburn gaat annoying zijn, hij flipturnt. Yeah. Oh nee. Oké, dat is fair. Ja. Oké, maar hij kan nu sowieso lead sheet klikken. Het is een gratis lead sheet op het moment. Hij weet ook en dan moet hij klikken. Hij weet ook de set. Hij weet ook de Celesteela set nu volledig. Ja. Ja, dat is ook heel, heel nice van dit, hoor. Maar... Oh nee. Dit is een probleem. Dit wordt nog spannend. Een groter probleem is dat ik moet gaan eten. Doei doei. Nee, doei hè. Cheers. Ik vind het niet leuk. Dus je laat wel weer. Ja, maar ik wil de game afkijken. Ach ja, ik kijk wel half. Zo. Ja. Succes. Nou, veel plezier of zo. Dank u. Ik ga het niet af kunnen kijken. Later. Smakelijk. Later. Wees een beetje lief voor de streamer, Scherber. En kijk, double lead sheet, zoals ik al had gezegd. Ik wist het wel. Top. Ik wist het wel. Celesteela, okay, Celesteela. Celesteela heeft meer HP dan Ditto, dus... De Ditto wint het altijd. Ja. Oh, waarom switcht hij? Dan moet je niet gaan switchen. Oh. Hij had... Hoi, goeie double switch. Hij had ook wel leech kunnen matchen voor eeuwig echter, maar... Dat wel. Was ook fijn geweest. Maar dit is ook prima. Dit is nog wel favorable. Dit geeft je een scald. Ja. Well, Nidoqueen kan... Bliksem moves runnen, dus ik weet niet. Oh wel, ja, is zeker mogelijk. Ik zie het ook echt nog wat gebeuren. Het leeft. Ja. Scald, oké. Okay. Goeie damage. Kan... De vraag is, kan Kartaan hier nu doorheen? Kan Kartaan hier doorheen, dat is wat uitmaakt. Precies. Dat is wat uitmaakt. Is 40 genoeg? Ik krijg geen goede damage meer dan nog op. Trouwens, mocht hij Scarf zijn... Ja, hiernaast Kartaan of... Volgens mij free, want Scarf, T-Bolt gaat niet killen. Ja. En Celesteela plus 1, 41%, maar Nock kan niet meer. Oh jongens.
Er worden hier, ja. Er worden hier kalks aan het rond gegooid. Wat heeft Cortana voor Celestia? Is nu de vraag. Ja, ik bedoel, wat gaat hem niet worden, dus dan wordt het beste... Nee, precies. Wat wordt het beste dan wat hij kan klikken? Sacred Sword, I guess. Ik denk Sacred, ja. Oh, wait a sec. Hij ja, kan... Is gewoon neutral, toch? Oh, hij kan ook veroorloven om Celestia een boost te geven. Oh... Oh ja, met Sacred. Ja, dat kan. Ja, want Sacred gaat de defense boost heen, maar dat is nu niet meer relevant. Precies. Ik weet niet ook van de Ditto stack vond, want Ditto gaf je een check voor Celesteela ten alle tijden. Ja. Hoewel, als hij choice locked is eigenlijk niet. Oeh, dat is lastig. De Cortana is zelfs live op. Ik denk dat dit ding super dood gaat. Maar de vraag is, je gaat niet hard Celesteela, of course. Maar als je het een plus 1 geeft, is dat ook niet goede hap. En het is niet choice locked. Dus. Het is waarschijnlijk Lorb met Sheer Force. Waarschijnlijk, ja. Oké. Wat gaat er nu gebeuren? Krijgen we een endgame Cortana sweep? Smart strike. Killed. Oké. Plus 1. Oké. Diancie valt om. Het gaat er gewoon om leeft Celesteela dit. En Celesteela Ashes killt vast wel. Maar dan wordt, ja, dat is dan gewoon het enige wat er goud maakt. En hier Molotic gaan heeft ook geen nut. Dus je klikt gewoon wat je kan klikken en je hoopt. Wat heeft Cortana? Wat heeft Cortana? Ja, dus ik denk Sacred Sword het beste is wat hij nu heeft. Het krijgt geen vuur, het krijgt geen bliksem. Dus je gaat voor Sacred Sword en je hoopt. Ja, het ding is alleen heeft hij het. We zullen zien, I guess. Ja. Dit is een make or break. Knock! Ah, hij heeft op 1! Nee. Oh, jongens. Oh, jongens. Oh, leeft een Diancie nu een Scald? Diancie leeft echt wel een Scald. There is no way. Ai, dan is het GG's. Dit recover? Oh. Wait. Oké. Je moet het killen met Scald, though. Want ja, dadelijk... je moet het gewoon killen. Ja, als hij te veel hield, kun je maar het killen. Gaat hem wel killen. Ik weet niet of je een... Ik denk niet dat je nog een recover kan voorloven op dit ding. Nee. Maar je kan het wel doen, Diancie. Misschien wel, ja. Oei. Maar de Toxic gaat ook aantikken per turn. Dat zeker, ja. Oké. Zelfs die dat dood. Ja. Ik denk oprecht dat dit een Diancie het kan hebben. Want zag je hoe goed hij gewoon Nidoqueen nam? Like, T-Bolt, wat geen gewoon lore was. Dat nam die. Kan het ook een hit nemen plus Toxic? Dat is de vraag. Ja, dat is de vraag. Misschien klik je toch recovery hier. Ja, ik denk... Niet dat je het genoeg kan leven van de Toxic. Nee, ik denk dat je recover nodig hebt en dan klik je twee keer Scald, denk ik. Ja. Ik denk dat je recover into twee keer Scald doet. Oké, de recover is hier. Voor de Moonblast. Moonblast? Dat heeft geen zak. Spatek drop? Geen Spatek. Geen Spatek drop. Hij leeft. Dit is huge. Hij leeft twee Moonblast. Hij leeft twee Moonblast plus Toxic. Ja. Leeft dood het? Oh god. Spatek drop? Kevin heeft een Spatek drop nodig. Geen Spatek drop. Hij krijgt hem niet. Kevin heeft hem. Of sorry, Taco heeft hem. Taco heeft hem. Taco heeft hem, denk ik. Is het tijd? Oh god. Is het tijd? Onverslagen tot vandaag. Oh. Ereronde. Yo, let's go. Holy shit. Damn, dat was een game. Holy moly, dat was close. Holy shit, dat was spannend, jongen. Dat was close. De onverslagen is verslagen. De onverslagen is verslagen, ja. De trick is beëindigd. Celesteela twee keer dood. En wie dacht dat het aan de handen was van Milotic? Yo. Maar we kunnen de VC open? Ja, want nu is het mijn beurt. Ja. Oké, okay. Ik ga naar General toe. At the beginning. Yeah, I did. I kind of... Yo. If I literally didn't press Toxic a second time, I would have won. Yeah. Just dead ass. Als je hem gewoon
meteen had dan uitgeswitcht naar van, oh shit, Magic Code, daar heb ik niet aan gedacht. En dan in een andere mon een keer inswitcht en Sticky Web klikt. Of als je wat safer met je Latios had gespeeld tegenover de full AP crook. Oh ja, trouwens, de crook was inderdaad Assault Fest. Ik had echt zo van, dit ding overleeft gewoon een fucking Draco Meteor van het Spex Latios. What the fuck? Nice. Ja, dat wist ik niet. Ik dacht dat Blackstone mij had verteld dat hij sowieso doodging aan Draco Meteor. En ja, ik dacht dat hij daar ook gewoon een Assault Fest meenam, maar blijkbaar niet. Nee, maar je moet überhaupt voor items als Scarf oppassen, want je had geen Sticky Webs, dus... Nee, wist ik. Je had te weinig informatie. Daar had ik heel weinig opties. Even een vraagje. Had je 2 specs bij? Yeah. Oh ja, ik moet dan... Ik schrok even nog even de match. Wat heeft een crook om een Celestila te hitten? Firefang. Als hij geen item maar had hij gewoon nog Firefang. Dat is... Ja, dat is barely anything. Je kan probably crook inswitchen. Knock-off had meer gedaan. Je kan probably een Celestila tegen een crook inswitchen als je niet weet wat de crook is. Ja. Tja. Ja. Oprecht, ik zag echt zo van... Diancy. Ik had mijn crook niet moeten... Zo snel moeten... Ik had mijn crook niet moeten sacken. Je crook heb je wel... Goed gebruikt, want hetgene waar hij voor was, heeft hij gekillt, right? Ja. Yeah. Het was tegelijkertijd, als je op full HP was het een counter tegen Spex Latios. Maar anders was het ook nog steeds een semi-sweeper. Het ding dat je niet had moeten... Taco, by the way, why did you say GG's when it was definitely not over yet? Oh, omdat ik... wacht even. Omdat ik klik letterlijk op recover en ik denk zo van, oh kut, oké, dan heeft hij gewonnen. I mean, als je... Stel, je had een mix Diancie met Diamond Storm, dan kon je op de physical defense hitten en dan was het niet GG. Ja, maar ik was gewoon even vergeten. Ik had Diamond Storm, fuck! Oef. Godverdomme, dat had ik letterlijk gewonnen! Ik heb de calcs niet gerund, maar je doet definitely meer damage. Diamond Storm... Ik had niet te weten dat die special defense had, en dat, dan had ik misschien wel kunnen winnen. Diamond Storm kan nog altijd missen. Diamond Storm had 33 gedaan. Ja, dat is je krijgt er 2 van af. Ja, dat is letterlijk een dubbele. Dan had ik het misschien gewonnen. Je krijgt er 2 van af, dus je hebt dan 33 damage meer gedaan. Dus dan, en het heeft nu 23 HP. Yep. Ja, nee, dan had ik gewoon gewonnen. Ja, ik had ook gewoon moeten weten dat het specially defensive was, maar ik was even vergeten dat Diamond Storm physical move was. Dat is kut. Dat is echt kut. Volgens mij was ik wel physically defensive gegaan met normaal dat ik... Nee. Je krijgt heel weinig damage van de... Of ik heb het weer op de last minute aangepakt. Dus Kevin heeft heel veel special moves, zo. Precies. Heb je ability? Als je Marvel skill hebt, dan krijg je ook een defense boost, by the way. Dan krijg je een defense boost, geen special defense. I know, maar dat helpt je tegen Diamond Storm. Ja. Maar was je Marvel skill, was je competitive voor mogelijke webs? Nee, ik was Marvel skill. Oké. Nou, heb je dat gecheckt in de calcs? Want misschien leef je dan gewoon 2 Diamond Storms. Nee. Ik zal even kijken. Weet je wat ook een chat manier zou zijn om te winnen? Als je Protect op Diancy had. ik had in de calcs had ik nog steeds staan dat het like een physically defensive Milotic was. Ja, wacht. Ik zit niet op healthy Milotic, hè? Mm-hmm. Nee, dan had Diamond Storm 22%. Even kijken, wat was ook weer de laatste Moonblast move op Diancy? Moonblast, dat... Ja, wat was je laatste move op Diancy? Mystical Fire of zo voor Katana? Waarom zou je een fire move runnen op een Dianti voor een Cartana? Dat is als je een switch hebt gevraagd. Ik had het reflect nog. Het lijkt me op een stat move naar een andere dimensie. Ja, nee, maar het ding is... Hey, Cartana kan hier probably redelijk free tegen inkomen, want het resist mijn beide steps. Ik wist dat Cartana Mystical Fire. Minder damage als je Badly Poison bent? Waarom? Omdat ik Marvel skill heb, dan wordt mijn defense verdubbeld. Dat wist ik.
Was het verdubbeld of één keer punt? Anderhalf, sorry. Ja, dan had het letterlijk 1% uitgemaakt, dus dat, ik had de game nog steeds niet verloren. Dan, Moon was, nee wacht, dan was, gewonnen. Kevin, dan was Moonblast de beste play, want het had zijn spatek kunnen verlagen. Ja. Tenzij het toch competitive was, dan was het juist een... Het was een death sentence. Ah, het maakt er niet uit. Ik denk... Dit was echt veel te spannend voor mijn doen. Ja, snap ik. Oké, wel één vraag aan de taco nu. Why the fuck did you just sack... Druidicon? Ik dacht dat die cleric was en niet... Nee, respect. Ja, dat snap ik, want ik had gewoon wish gebruikt. Ja. Dus dan zou je misschien denken, zo, dan overleef dan kan je nog steeds Cortana, right? Nee, Cortana gaat dood. Cortana heeft een special defense van 25 of zo. Ja, maar je kreeg hem in met een flipturn. Ja, Cortana was dat beter geweest. Cortana kon gewoon one-shotten daar. Ik denk, ja, Cortana had heel veel werk in. Dat heb ik ook gedaan. Alleen nadat Druidicon dood was. Ja. Yeah. Nee, je ging Rapidash. Maar dat was naar mijn mening ook beter, want het pressured stelt ze veel meer. Ik denk die Druidicon was jammer van jouw kant en van Kevin's kant. Het hele begin van de game. met de, tegenover de Magic. Ja, ik wist niet of de Magic. Wat ik moest doen tegen Magic Code. Want ik dacht al. Reflect dat ook, like Sticky Webs? Ja. Ja, alles. Okay. Ik was echt aan het kijken. Het heeft alle status moves reflected, volgens mij. Oh, okay. Het beste was juist dat je. Wat? Het beste was dat je met Toxic begon, want dan had je niet sticky webs op je eigen veld. Ja, ik wou net zeggen, ik had verwacht dat je het gewoon direct sticky web zou. To be fair, het is niet enorm erg, want zijn snelste. Mon die snel moet zijn is Latios en die 7 levitates, dus die wordt niet gestickywebbed. Glacian, als jij stickywebs op je veld hebt en hij niet op zijne, dan gaat Glacian wel dingen outspeeden, maar anders zou het niet veel dingen vaak outspeeden. Ik dacht trouwens ook dat Infestation bleef als ik uitswitch. Nee, dat dacht ik ook al dat je dat dacht. Ja, maar dat heb ik ook heel vaak gedacht met bijvoorbeeld een Heatran met Magma Storm of met een Whirlpool. Maar dat blijft zo allemaal niet. Dat blijft trapping. Nee. Zodra je uitswitcht met een trapping move, dan verdwijnt de trapping move. Like, als ik turn 4 gewoon op turn 2 had gedaan, omdat ik nu deze informatie heb, dan had ik waarschijnlijk echt een stuk beter betere kans kunnen maken. Want dan überhaupt, als je hem meteen had als je meteen de turn 2 switch had gedaan, dan had je nog een chuckle over die ooit ergens ingebracht kon worden. En dan stieke webs klikken. Oh, en ik was even vergeten dat Smart Strike fucking veel damage doet. Maar daar kon ik wel nog steeds gewoon op inswitchen zonder meteen dood te gaan. En dan was ik wel de volgende beurt meteen dood, maar ja. Ja, en dus de... Dan is het één turn later al, hè. Ja, en dus het belangrijkste, denk ik, want het aan het begin met de shuckle was jammer, maar ik denk het belangrijkste was wel dat je onvoorzichtig was met de kroek. Ik denk dat je naar Diancie had kunnen switchen om te scouten. Kroek gaat probably niet op een earthquake klikken. En... Ik dacht dat hij sowieso 100% dood zou gaan aan Draco. Kijk, als je dat verwacht, dan snap ik dat je gewoon erop klikt. Ja, precies. Ja. Kroek is oprecht echt gewoon een hele enge man. Ja, zeker. Maar wacht, Kevin, je was Specs toch? Ja, ik was Specs inderdaad. Dat was ook wel een van de redenen. Ja, maar je had nog steeds gewoon dood kunnen gaan aan Scarf Kroek, wat ook een ding is. Ja. Weet ik. Daarom... Maar ik was er vrij zeker van dat hij niet scarfed was. Oké. Onder enige reden was je er vrij zeker van dat hij niet scarfed was. Yes. Risky. Ik hou niet van choice items. Dat. Wel, moet je wel van gaan. Dat weet ik niet over je. Zeg dat als wij ooit een keer tegen elkaar moeten spelen, zeg dat even van tevoren dat je geen choice items hebt. Oké, zo ik niet in de finale gewoon choice band Cortana, choice Garf Kroek, choice weet ik. Choice back Rapidash.
I know. 8-1 uiteindelijk is geworden. En nog... ik heb maar 0-1 verloren, dus ik vind het helemaal goed. Ja, ik wou het zeggen, je hebt één keer verloren met 0-1. Ja, en het was op een klokstuk die sowieso de volgende beurt dood zou gaan. Ja, ik denk dat ik het best goed heb gedaan dit seizoen. Dat kunnen winnen, dammit. Dat klopt, maar het be like that. Ja. Als ik een beetje beter RNG had gehad met like Moonblast die gewoon special defense dropte, dan had ik ook gewoon like... Special attack. Special attack. Mm-hmm. Dat zei ik dat niet? Is zijn defense. Nope. Oh, ik bedoel dat eigenlijk. Maar GG, tijd voor Oes tegen Niels. Nee, ja, ja. Inderdaad, als je twee keer de Moonblast RNG had gehad, misschien had je dan nog aan de Toxic kunnen winnen. Ja, precies. Volgens mij is... Oh, ja, Porygon is kapot. Er was een error. Hoe doen we dat ook weer? Weet je nog hoe het moet? Ik zal mijn best doen. Ik vind het gewoon... grappig dat Milotic momenteel deze match de meeste kills heeft gekregen, volgens mij. Nou, ja, dat is zo best gewonnen, soms. Ik was ook echt zo blij toen Shuckle doodging. Ik had ook gewoon, ik dacht echt van, waarom switch je hierin bij Shuckle? Shuckle sterft! Ja, sterft! Mag ja, je mag dan 230 defense hebben, maar je staat tegenover een man met 181 base attack. Ja, je wil probably... Celestia, maar het inswitchen tegen een Cortana, zeker in een random draft, is lastig soms. Ja. Ja. Maar aan de andere kant, voor jou was inswitchen met Latios ook gewoon fucking onmogelijk. Ja, dat klopt wel. Mijn inswitch op Latios was iets sekken en dan naar Krook. Ja. En als Krook een beetje chip heeft genomen en je ziet het is niet scarfed, dan ben je fucked. Yep. Nou, dan moet ik Krook inkrijgen tegen iets anders, want ik was nog steeds Assault Fest, dus ik overleefde ook gewoon met gemak een Moonblast en shit. Dan zou ik ergens een skillshot moeten afkrijgen. Ja, maar zelfs als je de skillshot afkrijgt, dan word je uitgeforced door de Celestia, right? Ja. En... is wel ook best wel door... Jongens, ja. Kijk, dat ik van Kevin heb gewonnen, boeit niet. Ik heb Celestia dood. True! Oh, no. Ik had daar sowieso op Leech moeten klikken. Dat was ook echt mijn... Ik vond het echt een masterplay. Gewoon inswitchen met mijn Scarfed Ditto. En dan gewoon Leech zien drukken. En dan gewoon de dubbel. To be fair, volgens mij wat Kevin net zei van als je in plaats van Giga Drain met Celestia Bleach Seed had geklikt op dat was beter geweest. Dat was beter geweest inderdaad. Ja. Ik dacht dat ik misschien meer zou recoveren met Giga Drain, maar ik keek naar de verkeerde mon in de calcs. Tja. We hebben beide misplays gedaan en we hebben beide ook goede plays gehad. Zeker weten. Het was echt, het was één beurt verschil en anders had jij gewonnen. Yep, als ik mijn airslash niet had gemist, misschien. Als je Draco niet had gemist. Als ik mijn Draco niet had gemist, dat inderdaad. Ja, als je die had geraakt, dan was je uit gaan switchen. Want dan had je mijn special tech lager. Dat is waar. Wacht, dat is wel slecht geweest voor mij. Wacht, tegen wie had je die ook alweer gemist? Helpt het? Een klein beetje raar dat je op de 20% Rapid Dash en dan Meteor klikt. En dan Draco Meteor klikt, ja. Ik dacht dat je uit zou switchen. Maar wel heel graag dood hebben. Ik dacht dat je uit zou switchen op iets dat niet dood zou gaan aan Dragon Balls. Ja, maar je krijgt dan twee Dragon Pulses en Milotic was al getoxicked. Yeah. Dus je kon redelijk safe in die situatie pulsen doen. En dan als Krook dus inkomt uitswitchen, want dan zou je ook uitgeswitcht hebben, want dan verwacht je niet dat je hem kan killen. Ik vind wel, wat ik wel jammer vind, is dat ik toch, dat ik uiteindelijk voor leftovers ben gegaan. Want ik heb een tijdje gedacht, zal ik gewoon niet Flame Orb meenemen? Ja, dan kan je niet eens getoxicked worden. Wel, dan zou ik niet getoxicked worden. Aan de andere kant, je hield ook wel ietsjes minder, dus dat kan ook weer een probleem zijn. Ah, ja. En dan zijn die eerste paar turns dat je op het veld zat, die gaan dan wel tellen voor later in de game. Oh, waarom is Porygon kapot? Nu moet ik het helemaal zelf gaan invullen. Oké, Oes tegen Niels.
Jee. Boys of comms. Is die er nou? Nee, nog niet. Ik ga wel de call uit. Ik wil nog wat andere shit in de achtergrond. Oké. Joe. Laat door. Maar wanneer is... We gaan het gewoon nog een keer proberen. Let's kijken of Porygon het nu wel doet. Volgens mij is Porygon echt kapot. Waarom is Porygon kapot? Weet wij veel. Porygon zit ook genuinely nog steeds in de match. Ja, hij update gewoon niet. Wat als je op upload en share replay klikt? Dat heb ik gedaan. Ah. Ach ja, dan doe ik het wel op menu. Helaas. Maar waar is het? Ik heb een oude PGK. Alsjeblieft. En dan lijkt de Porygon bot werkt wel gewoon handig. Ja, dat de Porygon is echt super chill. Als je het doet. Ja. Zeker weten. Het zijn zoveel kwesties geweest van. Oh, hey. Oeps, we hebben de match verkeerd ingevuld. Op zich, de mods kunnen het zelf aanpassen. Wat ik ook heb moeten doen, dat Porygon bot af en toe gewoon deugd doet en het alsnog heel doorgeeft. Maar Shark wou dat de hele tijd niet. Dan moest je een nieuwe invullen. Hey, ik ben een veel lievere mod dan hem, oké? Okay? Ja, dat klopt. To be honest, ik wil eigenlijk fijn dat Niels wint. Maar waarom? Ik wil geen rematch tegen. Ik wil eigenlijk gewoon. Want dan heb ik gewoon geen rematches gehad en daar word ik ook compleet. Dat kan er gebeuren natuurlijk. Ja, dat zijn genoeg regen. Ja, maar als Niels verliest, dan heeft niemand van divisie 1. Ja, precies. Ja, dat is het punt. Ik wil dat Niels wint zodat we geen rematches hebben, maar ik wil dat Oes wint omdat we dan gewoon een Weasel final hebben. Dat is gewoon grappig. Ik had gewoon moeten winnen. Dan wordt de Weasel divisie wordt die nieuwe divisie. Wordt de nieuwe Absol. Absol. Arakuda divisie. Ja. Bij Yasei runnen. Hey. Let's go. Alleen nog even stream updaten. Oh. Oké, match importeren kan later. Dit is belangrijk. Denk je dat hij deze keer een healing move voor priority op zijn triage moet heeft? Denk het niet. En nog iemand. Ik heb het meegenomen. Nee. Ja, het is de bulky pivot, man. Het doet daadwerkelijk niets anders. Dat wel waar. Zeg, je tankt een hit en dat is het.
Wait, er zijn twee Les Neil Sarts. Lowercase en uppercase. En spatie. Hey, stream is update. Let's go. Woo! Game time. Dus we zijn hier met z'n vieren aan het commentaten. Yep. Oh, cool. Oh, wacht, ik kan er wel uit dan. Nee. 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 Oh. Oké, okay, blijkbaar ben ik ook aan het commentaten nu. Ja. Ja. Gezellig. Dat is een punt, Taco. Oh, ik ben aan het commentaten op mijn tegenstander, die ik zaterdag zie. Ja. Ja. Dit is Intel. Ja, echt, ja. Yes. Heeft iedereen hun outstanding move en golfclub ready? Ik heb een catch-hammy ready, als het ook goed is. Nee, je moet klappen alsof het iemand net een mooie put heeft gemaakt in golf. Nee, maar... Ik kijk in golf. Ja, maar dat is zo'n mooi zacht klapje in unison van het publiek, weet je wel. Oeh, geweldig, je did the thing. Nee, je is gewoon heel erg... redelijk stil, gewoon alleen in lin klappen, een klein beetje. Dat is mooi om te zien hoor. Dat is gewoon zo'n kalme klap. Oh, trouwens. Ik had mijn zieke strat niet kunnen gebruiken, want gelukkig was de Shuckle al super snel dood. Maar ik had, ik had die fork op mijn Cortana. Dat kind of wisten we al. In teambuilden was het van, hey, als hij defog heeft op zijn Cortana, dan is de Cortana niet carved, wat betekent dat je hem outspeedt, zo dan win je ook. Het hele feit, kijk, je was in de situatie om te verliezen, omdat je niet scarfed mons had. Als hij ik gewoon... had een scarfed mon. Omdat je niet scarfed mons levend meer had. Ik had een scarfed dit ook. Ik had ook wel, ik zag hem ook nog wel gewoon Dragon Dance Latios meenemen nou. Ja, maar zolang je Ditto heeft en zolang hij Diancy heeft, omdat hij intentionally alleen maar Dragon type moves op zijn mond had. Had hij nou ook nog heel Pulse erop gezet? Volgens mij had hij nog. Ja. Ja. Dragon, ja, hij had Dragon Pulse. Heel Pulse Memento en. Of nee, volgens mij was het Healing Wish die hij erop had gezet. Maar we zijn begonnen. Nee, Healing Wish is nog useful. Hij heeft fucking heel Pulse erop gezet. Yo, let's go. Kyle is hier. Een shit unit. Yay. Yo. Yes, yo, Kirby nicknames. Best wel pork. Oké, kijk, dit is de Gastro. Dit is like de MVP. Dat weten we nu al. Yep. Dat is geen... Ja, er is geen bias hier. Hoe komen we daarbij? Burn the fucker. Oh. Burn the fucker, maar dan nu. Doe het nog een keer. Ja, en klik dan op Memento. Ik hoor, je neemt erop, je neemt erop. Helmet damage en dan Memento. Ja, ik bedoel, waar zijn al die sword stances dan naartoe, hè? Hè? Eigenlijk! Oh, oh, we've all said it. Burn it nog steeds, though. Burn it, burn him, burn him! Yes! Yes. Oh, no, it's a blueberry! Waar wat nou als het ring? Oh, wat? Oh. Oi, 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 oi. Uh-oh. Oh, betonpet, weer betonpet. Kijk, als hij gewoon door de sub komt en Air Balloon Heatran deze keer wel runt. Dat kan. Ja. Ah, dat... Okay. Nee, waarom doet hij... Wat? Oké, okay, hij heeft net verloren. Hop. En Zappel, Fiepen. Deze man is twee keer gebracht, heeft twee keer gesexoomd. Het is... Ik weet niet waarom hij niet door de sub wou komen. I mean, Tapu Bulu kan het nog gewoon redelijk hard hitten. Ja. Plus. Ja. Maar nu heeft het sub. Het kan niet twee aerial aces overleven. Nee. Of niet, nee, niet aerial aces, acrobatics. Acrobatics. Overleeft ons wel eentje. Als hij gewoon substitute EQ, acrobatics... Crash move heeft, dan heeft ze, ja, dit nogal een rip. Ja. Ja.
Tenzij het air balloon heatran is. Nee, ja, maar hij... Ja, hij moet sowieso als eerste Bulu gaan, zodat hij... Ja, hij moet niet Bulu gaan, leven. Zodat hij door de sub-hit... Oh. Oh. Oh shit! Oh, heeft hij priority? Heeft hij priority? Is dit de eerste keer? Wordt hier geschiedenis geschreven, waar we bij staan? Weet of wat niet? Weet dat het gewoon gewonshot wordt, omdat het geen priority heeft? En nu Bulu? Okay, nu Bulu. Wacht, heeft het geen aerial ace dan? Acrobatics heeft hij toch? Ja, maar dan heeft hij geen grass move. Waarom de fuck zou je aerial ace runnen over acrobatics? Dat bedoel ik. Ik bedoel acrobatics. Ja, nee, we verspraken ons en toen bleven we ons verspreken. Eén van de twee heeft niet, dus of ik kan maar, Bulu niet... Oh, dat betekent, als het geen Bulu crash... Nee, ik kan Bulu gewoon crosspoison. Ja, je kan Gastro gaan. Ja. Ik bedoel, wat zou het eerder hebben? Acrobatics om door Bulu te komen, of Grass-type move? Hoeveel doet... Hoeveel we doet hebben al crosspoison gezien. Crosspoison, ja. Ja. Ik denk, je kan veel beter gewoon stab Grass-type move dan crosspoison. Nee. Dit is lijkt de slechtste antwoord, want Sash? De Bulu Sash, hij toch? Ja, maar je hebt Bulu en je hebt Gastro, die worden toch niet gewonshot, of ben ik daar fout? Nou, ik weet niet of Bulu een crosspoison kan overleven, of aan een plus 2. Ja, cross... Dat gaat niet doen. Nee, nevermind. Helemaal vergeten. Bulu is zo'n niet veel gebruikt mon... Dat ik helemaal vergeten ben. Oh ja, poison hit hem hard. Oeps. Wacht, waarom drukt hij niet gewoon EQ? Ik denk dat hij de scouten wil. Scouten. Misschien dacht hij dat. Misschien predict hij een dubbel naar. Of misschien dacht Niels dat hij ging dubbelen naar Bulu of zo. Geen idee waarom hij dat zou doen, maar. Het was niet eens. Het was geen Zeg, het was geen Shuka. Het was geen air balloon. Elke keer dat die meekomt, is van hey, dit zou zo goed zijn als die air balloon had. En dan dit is het. Het zou zo goed zijn als je triage had. Ik denk dat ik mijn tegenstander wel kan raden. Ja. Nou, dit is net wel... Dit wordt een... Zelfs als Oes... Of hij moet nu nog steeds training cast hebben of zo. Als je hoeveel deed het niet genoeg damage waarschijnlijk. Hoeveel deed het? Is probably max defense, zien hoe het niet dood is. Max defense, max special attack, natuurlijk. Nee, ik denk max defense, max HP. Het is een plus 2. Septaal met super. Het is plus 2, want het is een septaal. Hoog is het denk ik taak ook alweer. Het is extreem hoog. Ik bedoel, Confis staat volgens mij niet bekend als een defensive powerhouse vanwege de stats. Meer gewoon, het heeft priority healing dingen en het krijgt vaak gewoon max EV's in dubbel battles omdat het support in mon is. Mm-hmm. Ja, wat gaat er nu gebeuren? Wat verwachten we dat na 8 weken eindigend training is komt? Oh, ik denk dat ik trouwens weet waarom Niels sub klikte. Ja. Als het wel een sash heatran was en hij klikt niet lava plume, maar zijn magma storm, heeft hij kans om te missen. Als hij gewoon ramt en dan heeft het 1 HP, dan is hij dead. And now it's dead. Het heeft 8 weken geduurd.
Dus de safeste strat die hij had was sub spammen tot een dingetje mist. Als dit ding gewoon Rocky Helmet en Max Defense is, is het dan GG nog? Ik denk niet dat dit ding een Leaf Blade overleeft, hoor. I mean, het... Leaf Blade, though? Ik weet het in ieder geval. Als ik was, hij gewoon al deze tijd geen Leaf had, hè. Dat zou echt gewoon... Ik weet het niet. Drie mondjes van niets, eigenlijk. Ja, dat is oké. Oké. Oké, maar waarom geeft hij nog aan jongens? Oh, nee, Sandstorm, ja, Sandstorm. Wat een legend. Dat is een legend, niet, friend. Oh, ja, dat is... Castro. Hij is graag toxic geworden. Ja, dat was wel te verwachten. Dat is wel te verwachten, ja. Dat was heel erg te verwachten. Eet de toxic. Nu kan het toxic terug toxic worden. Ja. Ja, oké, dat was ook wat te verwachten. Ja, ik wou zeggen free switch en je teleport. It costs more putting in work, right? Ik bedoel, dit is alles wat Cosmo omhoog te doen, dus... It's doing it pretty good. What is your job? You click teleport. Oh no. Oh my god. Ja, en er zijn nog steel types voor de Bulu. Ja. Ja. Yep. Plus ice type. Bulu is gewoon niet zo'n goede pon. Nou ja, het kan. Als het Gretchen uit had, was het opeens broken geweest. Ja. Ja. But it doesn't, so... Bulu is plaats over dan. I mean, je switcht niet toch... This is what we in the business like to call unfortunate. En nu healen. Huh? Is dat geen water? Oké, en nu ga je Bulu. Never mind. Okay, rock. Stealth Rock? Wat doet dit hier? Ik snap de Stealth Rock niet. Nee. Doet niet, het heeft niet enorm, het heeft niet genoeg profijt. Precies. Nu wordt het weer soort en sub naar Weavile. Ja. Maar wat, ja, ik denk Astro heeft niet de offensive. Nee, precies. Potential. Wat als het Firefang was? Dat zou. Hij is geen sticky hold. Nee. Hij heeft storm erin waarschijnlijk. Of Sandforce. Oeh, spicy. Maar ja, nou echt de man die je Sandforce wil hebben. I mean, ik deed dat wel tegen Niels like, vorig season. En ik heb die match met Castro gewonnen. Niet dankzij Sandstorm, ja, maar wel dankzij Castro. Jij bent de Castro, meneer. Ja. Ik ben de Castro, meneer, omdat ik vorige seizoen was er een glitch. Waardoor ik... ik basically 4 Gastro's heb gekregen. Wat? Oh, er was... Ik had like een Gastro gedraft in like de automatisch... Je kan automatisch neerzetten, als ik aan de beurt ben, draft deze mon. En toen die weer terug bij me kwam, kreeg ik niet de optie om een andere mon in te vullen. En toen was het weer Gastrodon. En toen was het zo van, huh? En toen heeft Shark het geprobeerd op te lossen. En met het geprobeerd... focuspunt. Focuspunch? Het doet te weinig. En met geprobeerd op te lossen heeft hij mijn Gastro verwijderd en weer teruggezet. En toen weer de ronde kwam, kreeg ik weer een Gastro. Dus ik heb nu in totaal had ik toen 4 Gastro's gekregen. En Gastro is in de hele draft 4 keer dood gegaan. En nadat hij de 4e keer dood was gegaan, heb ik hem niet meegenomen tegen de... voor derde plek match tegen Burnt. En toen heb ik mijn Pyukumuku meegenomen en die heb ik Honorary Gastrodon of zo genoemd. Nice.
Ja, en de rest waren allemaal versie van Tamamo. Je hebt eigenlijk gewoon Nuzlocke gespeeld met Castrodon. Ja. Ja, met mijn 4 Castrodons. Ja. Nice. Ik zie niet echt hoe die hier doorheen wil komen. Hè. Niet. Ja. Dit is gewoon een sizzle moment. Ja. Als hij Soak heeft, ik weet niet of Castrodon Soak leert ook. Wij leert Hippono wel Soak. Ja. Oh, hij zegt zelf ook al GG. I mean, dat was het al toen met de set, alright? Het is al best na het kastmoen. Powerplay. Ja! Round of four! Ja! Doe het! Nou, hij gaat de laatste turn doen. Kijk, hij kan Castrodon. Gewoon dood, dan gaan we toxic. Het zal daar een... Plus, wat is het? 4? Ja. Oh! Ja? Ja? Ah! Okay. Oh. Oh, nu gaat die Ice Shards klikken hoor. Ik wens. Ik weet ook nog dat ik op mijn Latias tegenburnt Light Clay had gedaan. Het heeft niks gedaan, maar ik wist niet welk item ik moest. Nee, niet Light Clay, Bright Powder. Bright Powder. Oh ja. Yeah. I mean, hij heeft niet gemist, maar ja. Oregon Bolt werkt nog steeds niet. Oké, kan ik mijn foutje afleggen? Oh mijn god. Oké, dus like, ik verwacht al dat Sceptile komt, maar like bij die. Ik dacht eerst dat Drasisiek in fucking Barry werkt. Dus like, ik rent belt. Oh! En met like Max hits friends als een Sceptile counter. En dat was in like met Drasisiek. En like. Want like, ik wel belt, want like, ik hoef geen investment nodig om Sceptile te killen. En like, ik mag geen test run, want like, ik had geen tijd voor, ja, voor deze week. Dus like, ik mag in mijn eerste versie van de team en like, geen veranderingen. En like, oh, shit. Ik ja, maar wat zit is in een echte slechte situatie. Gewoon een air balloon heat run. In de fighting move. Like, yeah. Yeah, like, kind of gewoon een fighting move runnen. Dat was like, yeah. Ja, maar dan ben je nog best wel tanky. Ja, maar like, plus, like, in deze situatie maakt het niet zo wel uit. Want, like, het heeft wel echt move ruimte en fighting werkt tegen andere dingen niet. En Earthquake is keer 4 effective. Ja, er was wel een kans dat ik kan deze game besparen, maar like, met like, naar Van Bulu, naar Heatran te doen, maar like, dan heb je die risico op een fucking substitute, en like, dat was... Wat ook unfortunate was, is dat je like, Slowbro, Geller, de... terrain toen ophield. Ja. Dus dan deed Earthquake weer... Misschien was het beter om daar omheen te spelen, wie weet. Ik denk ook niet dat... Nee, ik denk... Ik bedoel, like... Ja, want dan krijg je maar like, 500%. Ik maak normaal gesproken twee versies van een team, maar like, met deze eerste versie, like, ja, maar ook met deze versie. Ik kijk naar de calc en, like, oké, doet max 50% en, like, ik kan die in return killen en het is, like, oké. Okay. Maar dat is het ding. Maar, like... Hij doet maar wat 25% als je terrain er ook nog bij hebt. Which is just way better. Ja, maar like, ik wilde ook spelen in een situatie waar
die terrein ja, weggaat of zo. Maar like... Waarom heb je überhaupt Nasty Plot tegen zijn sub geklikt? Ik had belt. En de andere move die ik had was Scald. En de andere was Nasty Plot Slack Off. Dus wat waren je attacking moves? Wat? Wat waren je attacking moves? Belch en Scald. Scald. Wait, Belch werkt met Grassy Seed? Dat is fucking cool. Nee, die werkt niet. Daar kom ik helemaal achter. Dat is de punt. Ik testte die niet, want ik had die geen tijd. En ik dacht dat die gewoon een berry was. Maar nee, het is een seed. Natuurlijk. Nee, het is geen berry. Het zit in de naam. Waarom doet hij dat? Ja, dat is kut. Ja. Maar Nee, toen je Slowbro inswitchte op mijn Sceptile, ik dacht dat ik wel ging raden waar het heen ging, want dan ga je inderdaad gewoon boelen voor terrein. En op de crosspoints ga je naar Slowbro en dan kan je niet killen met EQ, want dat is al een beetje waar het op neerkomt. Maar Maar daarom, dat is ook een reden dat ik sub had. Ik had sub voor twee redenen. Want als je om Sceptile wil heen spelen, dan moet je gaan double switchen, want je moet terrein opzetten en dan moet je naar Slowbro gaan. En terwijl je dat doet, kan ik gewoon een sub klikken. Ja. Tegen alles behalve Scarf Boelen als het ware. En als Heatran Magma Storm gaat klikken. Ja, kan ik Magma Storm misbeten. Dat ook. En verder, als ik gewoon drie keer sub klik, dan kan ik gewoon terrein stallen en dan weer gaan EQ'en. Trouwens, wat was je item op Heatran? Ik? Het was gewoon offensive scarf. Oh, je was scarf? Oké. Scarf? Oké. Ja, maar Settel heeft Unburden, dus Oh, wauw, dan heb ik mazzel. Dan heb ik mazzel. Dan heb ik mazzel. Slowbro uit moeten forceren, maar ja, als je belch hebt. Ja, nog meer. Ik dacht dat. Ik doe de calc niet zo goed, want ik maakte die team in. Ja, het was gewoon de eerste versie, man. Ik dacht dat Slowbro was gewoon nog voor Settel. Dus ik dacht. Heatran was belangrijker voor Weavile en Scizor en Klaka. Ja. Überhaupt, Belch is toch, ook al was het een berry, maar één hit eruit. Ja. Dan was je er nog steeds niet door gekomen, want sub. Is het niet een zoutmove? Ja, maar het ding met Belch was Dus als je een baby hebt gegeten, heeft het giga damage. Ja, zeggen, is heel veel damage. Ik heb 100% killed Sceptile. Dat was de punt, maar oeps. Je had gewoon de physical sidearm met priority moeten gaan. Ja, tuurlijk. Ook met fucking quick claw, ja. Ik kan het anders. Als ik een Slowbro Galar uit een random draft krijg, is dat de set die ik bijna altijd meeneem. Gewoon voor de memes. Ja. Ik loop met. Ja, maar ik wil niet memes. Ik wil consistency. Maar kijk, het is consistent. Zoveel procent van de tijd. 40% of zo. Ja, dus het is basically 50-50, ofwel of niet. Ja, alles is een 50-50. Of het gebeurt, of het gebeurt. Precies, je weet of je verliest. Ja. Een beetje teleurgesteld in hoe... Ik maakte een foutje in de... Hey, Oes, we zijn wel trots op je... Dat je na 8 weken eindelijk training camp hebt meegenomen. Ja, dat was wel hype. We zijn zo trots op je. Want hier was hij een goeie, want doet genoeg tegen Weavile en was ook een beetje investment in Oko tegen Pangoro. Yep. Dus Vinicus hier is beter dan gewoon doesn't him doen. Want
Wat grappig is, want ik heb Pangoro niet meegenomen, dus het is potentieel niet eens beter, want mijn gameplan is eigenlijk gewoon like, alles kapot toxicen en hopen dat je geen healbal meeneemt. Like, daar komt het een beetje op neer. Want ik heb Cosmo. Ja, maar like, je runt de aromatherapy. Ja, like, nee, maar ik heb hier nog geen één keer aromatherapy gezien klikken de hele league. Dus ik hoopte gewoon dat je die niet mee zou nemen. Nee, ik bracht die wel, maar ik hoef die niet te klikken. Like, ik bracht wel dingen, maar like, ik gebruik die nooit. In game. Ja, yeah, fair. Like, want like, ik bracht Draftless Galar een paar keer, maar like, de ene keer die ik die gebruikt was like, on in suicide healing wish. En it's like, oh oké. Okay. Ik had die niet nodig, maar like, okay, is insurance. Yeah, maar, like, it's like, ja, soms heb je niet alles nodig. Het is gewoon like. Maar like, aromatherapy is wel een goede move. Tuurlijk is het goed, En ik hoopte gewoon dat je het niet meenam, want het was super goed deze game. Maar ja. Ja, dat wist ik, daarom bracht ik die. Maar like, ja, ik had die tijd, want nee. Die set al. Nee, ik snap je. Oeps. Ik snap je. Ja, heb maar je, like, ik ben een beetje teleurgesteld, want like, ik wil verliezen van goede plays en like, van like. Like, gewoon de game spelen, niet gewoon slechte teambuilder. Ja, niks, ik snap je. Maar ik bracht die tot semifinals, dus. Nee, precies. Goed gedaan. Let's go. Hey, jongens, we hebben gewoon geen rematches het hele seizoen. Ja, inderdaad. Ja, dat kan je zeker eigenlijk. En een Limburg. Oes, ja. Had jij geen Defog of had je geen Giga Drain? Geen van beiden. Oh, wat was je laatste move dan? Want je hebt U-turn, je hebt Drainingen en je hebt Aroma. Wat is de laatste move? Calm Mind? Synthesis. Oh, oké, dat is fair. Je gaat. Like, de idee is dat ik had twee Stealth Rockers en like. Ik dacht dat jij verliest meer van Stealth Rocks. Oh, for sure. For sure. Dus, als er van beide kanten defog is, ik zou jij liever defoggen dan. For sure. Zonder twijfel. En ik denk niet dat er een geval is waar jij Rocks krijgt eerder dan ik. Of zo. Ik kan het zijn, maar like, het was niet gewoon zo waarde. Nee, like, ik kan gewoon rocks zelf zetten. Dus like, ik denk niet zelf die volgende. Nee, ik snap je. Sandacon en Stack Attack waren allebei zeer shaky at best in deze match. Dus het was voor mij ook heel lastig om rocks mee te nemen, maar ik moest het wel meenemen. Want. Ja, ik bedoel, Stack Attack, ja. Ja, ik kan iets tegen, maar like. Ja, ik weet niet. Nice. Best wel bulky. Dus like. Ja, maar kijk, het probleem is. Kijk, Gastro, Earth Power. Hippo, High Horsepower. Heatrun, Earth Power. Bulu, Close Combat. En Slowbro kan me drain punchen. Dus like, ik word al kwad geraakt echt alles op je team. Ja, physical Slowbro. Oh, ik heb. Nee, ik denk dat. Slowbro physical is. Ik denk mix. Ja, wel, maar like de physical moveset is niet super goed. Je hoeft letterlijk niet physical te runnen. Tegen mezelf, gewoon voor test games. Ja, weet ik. Tegen mezelf gewoon. Want je kunt gewoon min speed gaan, dus je hoeft niet eens like je spectac te droppen of zo. Ik was min speed, maar like. Ja, maar je hoeft ook geen nasty plot. Ik denk niet dat nasty plot nodig was in deze game, want een set van Drain Punch, Flame Flower, en dan een Poison Move, en dan Slack Off. Dat is wel ook goed, maar like, ik dacht, als hij die set uitbrengt, nog meer, als hij set uitbrengt, ik heb die fout gemaakt dat dit een Slowbro set in check was tegen
scepter. Mm-hmm. Dat was een foutje. Maar als je geen scepter brengt, dan kan Sobo met een grassy seed boost sweepen in theorie. Nou, ja, oké. Okay. Ik snap je. Met, In theorie, dat gebeurt niet. Maar dat vind ik. Ik weet niet, zonder Colbert ben je wel zwak voor Weavile, maar ik snap je wel, want je gaat echt ja, als je met plus 2... Nee, met max defense, Grassy Seed doet minder dan 50%. Nee, ik geloof je wel hoor, ik geloof je wel. Ja, maar... Yeah. Het was een offensieve set en ons die Slowbro had best wel door mijn hele team gekunnen, want ik had echt moeite met Slowbro killen. Dus ik vind helemaal geen slechte set, at all. Maar, ja, maar de ding was, like, ik maakte fout dat waar ik grassy seed in berry was daar. Yeah. Like, oeps. Had je ook Belge? Dit in de naam is in seed. Is in seed. Niet in... Had je Belge ook dan echt nodig om, hoe heet dat ding? Zepta. Doden? Of Zepta te doden? Het was, like, die advantage... De voordeel van Belge... In mijn hoofd, in theorie, was dat ik kan Sceptile doden zonder investment in special attack. Dus ik kan gewoon bulk runnen en mijn... Like zo. Maar die was in theorie. Ja. Ik weet niet, kijk, iets met, kijk, Sludge Bomb of Flamethrower of Shell Shock Armor Foot, ik heet. Die doden allemaal Sceptile niet in één hit, dat klopt allemaal. Maar Sceptile dood je ook niet zomaar. Yeah, en je hebt regen, yeah, dus je kan gewoon like switchen. Ja, yeah, maar like, heeft maar tegen het team like, gewoon in poison move en water move. Het heeft goede coverage. Like, heeft ben denk perfect coverage hier. Yeah. Dus like, ik dacht dat die gewoon genoeg was. Like, en... Kijk, ik snap je, maar... Het voelt te situational voor mij, want wat nou als ik gewoon een Weavile heb op plus 2, like, welk punt dan ook in de game. Dan heb je al sowieso grassy terrain nodig om het Slowbro te leven. Like, om een knock of een flowchop of zoiets te leven. Maar je doopt me niet eens terug. Nee, als je plus 2... Like, oké, als je een Swords and... En Swords Dance en Baton Pass naar een Scarf Weavile, like, oké, dat kan wat een probleem zijn, maar like, dan ben je locked. Maar like, Scarf Heatran wint tegen... Trouwens ja, dat is waar, je was Scarf Tran, dat is waar. Ja, dat is fair. Nee, in mijn hoofd werd Weavile altijd defensief gecheckt door Slowbro, en offensief gecheckt door Draining Cass van de Comfey. Maar je kan ook gewoon offensie checken met Heatran. Dat is wel logisch. Oké, dat is fair. Ja, die was ook Flame Body voor... Oh. Ik had Protective Pads, dus je kon me niet burnen. Ah, oké. Okay. Ja, maar like, dan dat is wat beter, want dan je heeft geen boots of geen choice bands. Geen boots runnen was pijnlijk, ja. Want ik weet dat je makkelijk rocks op krijgt met Heatran of Hippo. Maar ik vond het niet super erg, want op zowel Heatran als Hippo kan ik best wel makkelijk Rotom gaan en defoggen. Dus het is niet super vreselijk. Dat je, like, ik kom best wel makkelijk van rocks af. Like nature power. Wauw, je hebt het onthouden! Dat is sick. Ik was er als de dood voor. Ik was als de dood voor nature power en grassy terrain. Ja, dat... Die had ik maar leuk, hè. Ik was ook bang voor Solar. Voor Solar Beam ook potentieel. Maar ik heb Rindo Berry op Rotom. Speciaal voor Heatran die iets geks gaat doen. Dus, ja. Yeah. Ja, maar daarom had ik ook, like, Toxic op Hippo en zoiets. Mm-hmm, maar, like, mm-hmm. En op Gastrodon, dus, like... Zodat, like, alles niet hangt... Hand van deze energy ball af. Is maar like. Take wash, maar like. Yeah. Maar, kijk. Het probleem wat je. Scarf set is heel cool, maar het heeft één flaw. En ik ben blij dat ik het kan. Ik had het kunnen exploiten in theorie. Want ik heb Cosmoem.
En ik kan Crossbow gewoon voor eeuwig inpivoten, op heatsen en gewoon uitteleporten. Ja, maar, maar je moet eerst weten dat die scarf was, want okay, als ik Magma Storm was en ik had Taunt, dan weg je 5-6. Oh, dat klopt. Ik had Cosmome nooit ingeswitcht op Heatwind, tenzij ik wist dat je geen Magma Storm Taunt was. For sure, dat had ik nooit gedaan. Want mijn switchen door Heatwind. Ja, dat is het punt. Ja, mijn switchen. Dus je kan die niet weten, want ik kan. Nee, I know. Ik kan gewoon Lava Plume en Magma Storm zijn, in theorie. Maar, je hoeft eerst kijken. En, die geeft. Ja, en ik gebruik alleen maar één move. Dus, je hebt geen. De informatie nodig. Ja, je moet een beetje uitkijken, want mijn Rotenbarsch had genoeg speed voor Heatran, altijd zonder Scarf. Actually, dat klopt. Dus als ik zag dat je me outspeedde met Nature Power, dan wist ik dat je choice was, for sure. Dus, ja. Yeah. I mean, ik bedoel, als ik naar Rotom switch en ik... It did nature power op de switch. Mm-hmm. And er was nog in turn van grass train. Ik zou nog steeds altijd switchen, want er was een goede kans dat jij ook switcht. Als ik een nature power doe tegen Cosmo, dan verlies ik momentum en dat is niet een goede play. Of zo. Ja, nee, maar zoals ik al zei, Cosmo. Honestly, Cosmo was eigenlijk voor Drampa. Want ik vond Drampa ook super eng. Maar het was ook voor een gekke Heatran set. Wat ik eigenlijk had verwacht toen ik Hippo zag. Want ik zag Hippo en ik was van die Heatran gaat geen stealth rock hebben. En ik was super bang. Ik bedoel, ik was dubbel rocks, man. Oh, je had nog steeds rocks op Heatran, oké. Okay. Dubbel rocks is gewoon consistent. Nee, ik zeg ook niet dat het slecht is, maar ik had wel een... Ja, ik weet niet. Toen ik Hippo zag, had ik gewoon een wacky of een spicy Heatran set verwacht. Dat had ik gewoon mezelf voorgenomen. Ja, nee. Zowel Slowbro als... Yo, Heatran set was defensief voor mij lastig om te checken, dus het is maar goed dat ik meteen mijn offenses gaande kreeg. Ja, goed spel. Ja, nee, ik vind het jammer dat het gewoon Sceptile Cheese is, want elke keer als ik een hele slechte... Elke keer als ik naar mijn matchup kijk en ik vind het lastig hoe ik kan winnen, gewoon, dan ga ik gewoon kijken naar Sceptile Cheese. Dat is kind of waar het op neerkomt. Ja, ik kon die nog steeds besparen met, Bulu naar Heatran te doen eerder, maar, die heeft ook nog wat risico voor de substitute. En, Ja, ik snap je. Ja. Die heeft echt heel veel risico. Het is moet ik close combat nu switchen? Nee, ik had altijd safe gespeeld. Dat deed ik niet. Nou, je had een hele goede run, man. Dus, ja, het spijt me dat het geinig is aan Sceptile Cheese, maar, Ja, ik probeer het niet helemaal af en toe. Ja, ik heb Blackstone's carrière ook mee verwijderd, dus... Oh well. Ja, die dan volgt... That should be legal! Nee, we gaan serieus naar Batonpas moeten kijken, want... ik vind het ook kinda dom, maar hey, Wat hebben ze ook weer met... Ik kon Whirlwind winnen, maar I know. Dat was... Op Bulu of Gordon, Hippo, maar ik wou Toxic. Ik zeg dat, ik dacht dat Batonpas niet super groot probleem zou zijn, maar
Ze hebben betonpest toch geband in de... In de normale... ja, is die geband. Al een jaar, al een Gen 7? Echt al best lang. In heel veel gens is betonpest geband. In Gen 3 bijvoorbeeld is het ook gewoon geband in OU. Nee. In Gen 3 is het niet geband, het is gewoon... Je kan gewoon maar 3 maanden met batonpest hebben. Sorry. En, like, geen smeargoal. Oh, oké. Oké. Oké, oké. Heeft wel... is niet helemaal geband, want, like, in die... metagame is best gezond met batonpest, Celebi en... Zapdos. Maar, like, andere... maar volle batonpest teams zijn te veel. Ja. Nee, inderdaad, want ik weet... Ze hebben ook geen soul power sweeper om in te eindigen. Ja, ik weet dat dingen als Mr. Mime een issue waren met soundproof, kun je het niet wegroren en zo, ja. Ja. Nee, persoonlijk wil ik voor volgend seizoen een regel instellen dat je niet mag stadpassen. Maar gewoon betonpassen is wel fijn. Maar daar kunnen we het later over hebben, I guess. Ja, betonpas is gewoon de ultimate G-straat. Ja, yeah, I mean, kinda. En om eerlijk te zijn, ik ging voor een beetje Sceptile Cheese, maar het was eigenlijk gewoon bedoeld om like early game een beetje te breken, want ik had niet verwacht dat het dit veel werk zou doen. Sterker nog, ik voelde me kinda slecht. Ik wou honestly gaan switchen op Comfy, want ik wil niet alle kills aan Sceptile geven. Ik vind de monies, ik vind lame. Nee, ja, maar like, dan wil je ze unburdenen. Ja, I know. Er was geen punt om extra risico te nemen. Nee, tuurlijk op niet. Je win. Tuurlijk niet. Nee, ik had gekalkt en zelfs Specs Comfy had me niet kunnen killen. Dus ik was er van, ja, ik, als ik zo switch, doe ik het enkel omdat ik andere mond skills wil geven, niet Sceptile, en dat vind ik like, ook kut om te doen, dus. Ja. Yeah. Maar ja, Sceptile blijft mijn kill leader, godverdomme, ik heb er 3 games meegenomen, waarom? Oh, wait a sec. Sceptile heeft 3 games, oh, het is doodgaan, never mind. Oh, inderdaad, hey, Oes, gefeliciteerd. Ik denk dat jouw Dusknoir gewoon, like, by default... de beste mon is qua geen devs. Ja, want hij is de enige mon zonder devs. Ja. Ja, dat is best wel grappig. Wacht, dat Niels. Even de vraag. Kan een van jouw mons mijn Cortana nog inhalen? Nee, er is no way. Ik heb, like... ik heb, wat, 8 skills op Weavile. 8 kills op Sandaconda, like 8 kills op Sceptile. There's no way. Ja, als één van die drie me sexo, dan heb nog steeds je niet. Dan heb ik like 14. Jouw Cortana heeft like 17 of zo. Nee, maar dan is mijn kill def. Dan sta je eerst met kill def. Okay, fair. Skill leader heb ik te pakken. Ja, denk het ook. Yes! Ja, jou zie ik eind deze week een keer, Taco. Anxiety. Oh man. Ja. Yeah. Maar ik had niet verwacht dat ik het überhaupt nog zou winnen. Pas op voor de Sceptile. Ja, ik ga gewoon nu alleen maar preppen op Sceptile Cheese. Dat is super fair. Nee, dat is super fair. Damn. Ik had echt niet verwacht dat Sceptile dit veel zo werkt in het seizoen. En ik heb het maar 2 keer kunnen gebruiken. Dus ja. Maar honestly, de enige reden dat ik op Sceptile Cheese rely is omdat ik ook werkelijk het kan zien functioneren. Er zijn ook genoeg games dat Sceptile gewoon niet de coverage heeft of de strength at all. Gewoon even dat iedereen het weet. Sceptile doodt 0 bulk boelen, hè? We hebben het hier over 0 bulk. Dus geen defense, geen HP. Cross poison doodt niet. Het doodt gewoon niet. Damn. Like, zonder Swords Dance of like eergaande chip, ik dood gewoon niet. Waarom? Dat is de Sceptile. Ja, man. Geweldig designde mon. I mean, ik vind Sceptile een leuke mon, maar hij is gewoon super slecht. Ja, het is raar. Like, Sceptile is gewoon slecht. En dan heeft hij een mega, en dan kijk je naar zijn mega. Ja, dit is niet veel beter. Anders is nog steeds... Ja, het is oké. Okay. Niet super goed, nee. Ik bedoel, like...
in like past sense, Mega Scepter is gewoon a dragon type revenge killer, just like, and like that is all die dude, that die dude. Ik bedoel, een bliksem immuniteit is kinda cool om te hebben. Ik bedoel, in de huidige gen... Een van de weinige dingen dat Dreads type... Vier keer resistant. Ja, yeah, I know. Het is ook... Die geldt alleen tegen Volt Switch. Het is een van de weinige... Ja, to be fair, iets tegen Volt Switch hebben is wel handig. Ja, yeah, maar je kan ook gewoon in Ground type. Ja, yeah. Ik bedoel met gigantische monsters, gewoon die met bliksem moves super hard raken, zoals Dracozolt en Circuitry en zo. Like, gewoon een complete immuniteit hebben helpt echt wel. Maar, yeah. Ja. Dan komt ooit nog de vraag, gaan ze Tailglow terug in de game zetten? Oh, als Tailglow terug in de game komt, Circuitry, ga ik wellicht hier één maken. Tailglow is zo'n bullshit move. Zelfs alleen, niet alleen Circuitry, zelfs al Tailglow Manaphy is gewoon eng. Tailglow Lantern. Tailglow Lantern. Tailglow Manaphy. Er zijn legitimately drie mons die ze die Tailglow leren. Manaphy, Circuitry en fucking Volbeat. Ja, maar... Oh, wacht, dat is natuurlijk wel kut. Ik moet nog de score opgeven op de site, want Porygonbot is dood, of niet? Ja. Oké, will do. Geen probleem, want ik heb dat vorig seizoen echt voor iedere game gedaan waar ik in speel, want ik vind het oprecht leuk om te doen. Nou, het is ook niet moeilijk ofzo. Nee, het is helemaal niet moeilijk, maar ik vind het gewoon leuk om te doen, you know? Oh boy, Also, waarom het even duurde in het begin voordat ik de game kon tonen op stream. Ik was ingelogd met gewoon... mijn Nilser account ook gewoon op mijn streamscherm als het ware. Sorry. Dus ik wil me even daarvan uitloggen, want anders kan je zien dat ik over moves heen hoverde en stuff. Dus ik heb even uitgelogd, maar dat logde me ook gewoon uit op mijn scherm waar ik werkelijk op zat te spelen. Dus ja. Yeah. Dus het was even een beetje gedoe om dat goed te krijgen. Maar ja. Yeah. Is gelukt. Uiteindelijk wel. Nou ja, ja, Niels. Oh, ben ik zeg alvast. Dingen... Waar moet ik bang voor zijn? Op best veel dingen. Het is vreemd, want... er zijn veel enge mons van mijn team, maar... Gewoon de juiste combinatie aan moves hebben, of gewoon één bepaalde defensive mon hebben... Kan echt al mijn hele team gewoon shutdownen. Een Slowbro, letterlijk Keller Slowbro had zeker potentie deze game om gewoon compleet te shutdownen. Maar ook gewoon offensief. Als je gewoon offensief vuur-gras combinatie hebt, dan hopelijk ook nog gewoon fighting of zo, dan stop je mijn hele team. Ik heb een Wailord Rapidash. Dat is niet wat ik zei. Ik zei gras, vuur en hopelijk fighting. Oh wacht, ik heb Cortana, nevermind. Ik was echt zo van, wacht, ik heb geen gras type. Ja, oh, nevermind. Cortana gaat niet door Scizor heen breken, maar... Hoewel, je kan als die, dus ik moet wel uitkijken met Scizor, want je kan als die. Ik was trouwens een beetje bang voor SD Bulu, maar alle andere Bulu varianten werden gewoon gecheckt door Scizor. Dus ja. Ik had geen bullet punch op mijn Scizor, by the way. Ja, dat zag je allemaal. Ja. Yeah. Het wordt eigenlijk toch verrassend wat de laatste match van het seizoen gaat worden. Ja. Ik had niet verwacht dat ik in de finale zou staan. Ik had ook mijn twijfels. Want het was voor mij al een beetje spannend om hier ooit in playoffs te komen. Ook al ben ik wel eerste geworden in de divisie somehow. Maar ja, ik vond deze match tegen Oezo ook gewoon heel eng. Dus ja, ik had ook al een beetje van een boy. Maar daarvoor ook, want ik had niet playoffs gehaald als ik gewoon omver was gekegeld door... Jeroen eerder in het seizoen, dus het was echt meerdere keren van, yikes. Maar ja. We hebben dan gewoon überhaupt of de finale zelf de laatste match van het seizoen wordt. Waarschijnlijk niet, want we wachten nog steeds op Mr. J.
en Sand. Inderdaad. Ja. Yeah. De Thug Finals. Kunnen we gewoon andere mensen die... Niels, zullen wij gewoon die match doen? Let's go. Gewoon voordat we onze finale spelen, spelen we hun match. Oh, daarover, over de finale gesproken, twee dingen. Ten eerste, ik kan zaterdag waarschijnlijk niet. Dus ik dan moeten kan de stream zaterdag waarschijnlijk ook niet. Dan moeten de stream waarschijnlijk verplaatsen naar zondag, wat waarschijnlijk geen probleem is. Of vrijdag, we kijken wel. Waarschijnlijk zondag heb iets meer tijd. Oh, sorry, wat zei je, Bernd? Nou, misschien kan ik dan, als Rebius dan kan, dan ga ik gewoon, als Rebius kan en we de match gewoon op zondag spelen, dan ga ik gewoon bij, dan ga ik met in-person co-commentaren. Oh, dat kan cool zijn. Met alle sure. teams met die twee teams gaan spelen. Maar, nog één ding. Willen we een match spelen voor de derde plek? Hebben Oes en Kevin daar interesse in? Want het is gewoon voor de sier. Ik wil in be- Ja. Ik wou het zeggen, ja, dan moet je dat, met... Ik wil King, ja, ik wil Kevin wel spelen. Maar ik had wel een idee voor Taker's in team. Maar like, oeps. Maar die was voor finales, maar like... Yeah. Als het gewoon voor derde is, dat kan ook. Like, ja, dan moet je even... Pokémon vond ik, dus like, meer games, wat beter, oké. Okay. Ja, je kan als je wil dan even Kevin een bericht gooien. Hij zegt sure I'd be down. Oké, okay. Check gewoon general. Wel even een heads up, ik denk niet dat we die match op de lamp of op de draft site dan gaan verwerken. Dat wordt gewoon echt een game voor de seer. Zeg maar, dat is ook voor de seer en echt zo van in announcement, dit zijn onze 3, 2 en 1. Ja, dat is ook wel leuk. Ik ben ook even aan het nadenken wat ik wil doen met de rollen. Want ik heb dan gewoon een rol voor playoffs. Want ik vind het wel leuk dat mensen daarmee kunnen pronken een beetje. Maar het is gewoon makkelijk als ik gewoon puur playoffs ding wil bespreken. Of met de mensen die in playoffs zitten. Dat ik gewoon al die mensen kan editen makkelijk. Wat willen we met die rol? Willen we dat die rol gewoon vervangen wordt door de winnaar? Willen we like top 3 hebben? Wat willen we? Top 3 lijkt me. Dat was ik zou een lamp winnaar rol maken. Want nu heeft Nico de PK winnaar rol. En... Ja. Iemand ook. I mean, ik ga sowieso gewoon per seizoen like, een aparte rol maken voor de winnaar. Maar willen we ook playoffs bijhouden? Like wie playoffs gehaald heeft? Dat worden dan wel heel veel rollen, of niet? Valt wel mee. Alleen de winnaar. Winnaar? Ja, dat is fijn. Ja, of, nou, of, ja. Of doe het later gewoon in een legacy playoffs of zo. Nee, ik wilde zeggen of inderdaad wat je net zei. Eerste, tweede, derde rol. Maar dan krijg je nog steeds heel veel rollen. Maar dan krijg je heel veel rollen die maar één persoon heeft. Ja, yeah, dat klopt. Ja. Yeah. Of gewoon een eerste, tweede en derde rol. En dat je die dan gewoon blijft redistributen. Oh ja, dat kan. Dat je niet dan bij zegt voor welk seizoen het was. Ja, dat gaat dan niet, nee. Anders kunnen we misschien nog een doc in en dan moet je bijhouden. Ja, dat kan ook fun zijn, ja. Nou, ik bedoel, eigenlijk hoeft dat niet, want de site die we gebruiken houdt eigenlijk alles bij voor ons. Dus. Ja, ook voor seizoenen. Ja, ook al, het vorige seizoen was PGK en dat had lijkt weer een andere. Je kan ook gewoon een Hall of Fame channel maken. Ja, dat is fijn. Ja, daar kunnen we like de beste games ook in gooien en stuff. Dat en gewoon inderdaad de top 3's gewoon telkens spinnen ofzo. Ja, dat klinkt fijn. Of gewoon de playoffs, iedereen. Ja, eigenlijk vanaf playoffs gewoon. Ik zou dan gewoon, top 8 helemaal uitschrijven dan. En dan doe je gewoon 1, 2, 3, 4 en dan 5, 5 en dan 7, 7. Ja, oké. Dat kan niet. Nee? Oh, wacht, we hebben geen 5-5-7-7, sorry. We hebben 4-5-7 kan niet. Sorry, we hebben geen dubbele elimination. Ja, ik dacht gewoon aan standaard smash, double elimination, maar dat is niet natuurlijk, nee. We hebben single elimination, dus ja. Ja, we hebben single, ja. Nou ja, op 5 tot met 8 kan je dan misschien met differential rekenen. Ja. Ah, dat kan. Maar kijk je dan naar de differential in de matches, of? Nee, gewoon door het hele seizoen. Het wordt bijgehouden, het hele seizoen. Ja, true. En dan zou ik inderdaad ook gewoon dat doen. Gewoon like 1, 2, 3, 4, gewoon normaal en dan differential. Ja. Precies. Genuinely,
Oh, ik ben echt nerveus nu. Oh, ik was nerveus, maar nu ben ik aan het vibe. Ja. Vibing. Ik ben trouwens blij dat ik scoutte voor Bandit Bulu turn 1, want niet band had ik geleefd. En ik had je kunnen doden met Heavy Slam, maar oh wel. Ik bedoel, ik bedoel, like, de choice band was gewoon voor... Alles. Het is zo goed. Ja, wel, maar like, het was gewoon dat, zodat als ik Bulu veilig inswitst tegen Rotom, like, je wilt die niet dit risico nemen tegen Bulu, dus je switcht automatisch tegen Scizor. En ik doe meer dan 50% met Focus Punch. Dat was de eerste idee. Oh, maar dan kan ik je niet roestallen. Maar dan moet je wel rekening houden met het feit dat ik 14% terugkrijg elke turn van Leftovers plus Grassy terrein. Ja, daarom wou ik zoveel procent doen. Ja, zoveel procent mogelijk doen tegen de Scizor. Ik denk in hindsight dat het beter idee was gewoon Subseed. Subseed had verloren van Weavile. Want ik heb met Subseed rekening gehouden, maar ik SD met Scizor en ik betonpast en Weavile en ik triple axel je gewoon dood. Dus daar heb ik rekening mee gehouden. Ja, maar like, ik kan ook gewoon Whirlwind. Dus like some... Oh, ja, dat is fair. Ja, je had Whirlwind kunnen gaan, maar wat is dan... Hoe ga je dan Sceptile doden? Gewoon laatste moves close combat, I guess? Ik bedoel, ja, het is gewoon sub-speed met close combat. Ja, nou, misschien wil je een move die niet je defenses dropt, maar whatever. Ja, zoiets had actually een ding kunnen zijn met Whirlwind, dat is fair. Ja, maar like, Robin is niet zo'n super veilige optie, want like, wil ik die risico nemen op een bullet punch? Nee, ik snap je. Ja, dus like, moet in een andere manier spelen, dus daarom heen spelen of zo. Oh, ik merk trouwens dat de muziekplaylist al like, super lang dood is. Op Steam? Of like... Ja, de muziek is gewoon like, doodgaan. Ik heb geen idee hoe lang het al dood is. Maar whatever. Wait. Okay. Is dit de high playlist? What the fuck? Dit is de chill. Hoe ben ik naar chill playlist gegaan? Whatever, maakt niet uit. Ik bedoel, er is geen game, dus like, might as well chill. Nee, precies. Ik denk wel dat ik nu eens ga. Ja, ik ga ook. De stream had ons, ik had stream wel kunnen sluiten, nou ja. Later mensen. Ja. Was gezellig. Zeker. Veel succes met de finale alvast. Dank u. Ja. We zien ons dit weekend. Yep. Oh boy. Doei. Later. Doei.